Meten, boren en zagen. De voorbereidingen voor de Dutch Design Week zijn in volle gang, zoals hier op Strijp S. Vanaf zaterdag zijn er op 120 locaties in de stad weer exposities te bezoeken. Met opvallende ontwerpen, zoals een levende prullenbak die afval eet. Er zijn prachtige organismen die in de natuur ons afval eten. Dus denk bijvoorbeeld aan bacteriën die plastic eten, mycelium, die kan metaal opeten. En anemonen zijn heel goed in het verwerken van eigenlijk organisch afval in de zee. En we zien hier eigenlijk een eerste ontwerp, speculatief ontwerp van wat als we een prullenbak hebben met een Noordzee-ecosysteem die ons afval gaat opeten. De oorlog in Oekraïne, klimaatopwarming en vergrijzing. Het zijn zomaar wat onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven. Bij de Dutch Design Week staan dit soort actuele thema's centraal. We gaan experimenteren dit jaar met exposities die zijn gericht rondom een thema, waarbij verschillende exposanten met dezelfde opgave bezig zijn. En die staan bij elkaar in het klokgebouw hier op het Ketelhuisplein. En waarbij bezoekers dus kunnen zien hoe ontwerpers op hun eigen manier omgaan met die uitdagingen. En als iedereen hem loslaat, dan staat hij er best wel stabiel. Nou, de voorbereiding is in volle gang. Dus je ziet hier mijn hele lieve ouders, buurman en collega, die zijn hier aan het helpen. En dat is een beetje wat de Dutch Design Week heel leuk maakt, dat iedereen hier lekker bezig is en dat met z'n allen losgaan. Voor ontwerpers is de DDW een mooi moment om te netwerken en hun design aan te prijzen. Maar ook van bezoekers wordt wat verwacht. Dus ik hoop ook dat de bezoekers zichzelf ook zullen afvragen, goh, wat kan ik eigenlijk bijdragen in het verder helpen van deze concepten? En dat hoeft niet alleen maar te zijn omdat je voor een groot bedrijf werkt. Het kan misschien ook wel zijn omdat je een juiste ingang weet of omdat je bepaalde kennis hebt. De 21ste editie van de DDW start dus zaterdag en duurt 10 dagen. Het evenement trekt doorgaans meer dan 350.000 bezoekers.